bij Paarden Begrijpen. Mijn naam is Maaike de Jong en vandaag hebben we een vraag van Maartje. En Maartje zegt, ik vind het erg leuk hoe je vragen gaat beantwoorden via een filmpje. En ik wil je graag het volgende vragen. Hoe kan ik mijn paard het beste changementen aanleren? Eenvoudige wissels lukken al wel, alleen de vliegende niet. Travers en schouder binnenwaarts lukken ook al goed. Ik denk het niveau van mij en Victor hoog genoeg is. Succes met paard begrijpen en ik hoop mijn vraag in de volgende vragenvideo terug te zien. Goed, Maartje. Nou, jij wil graag een vliegende galopwissel kunnen rijden met je paard. En dan is het wel heel belangrijk dat jij het gevoel van een vliegende galopwissel geleerd hebt op een paard wat het al kan. Want als jij niet weet hoe het voelt en als je niet weet hoe je de hulpen moet geven, dan is het lastig om het jouw paard aan te leren. Want jouw paard is groen op het gebied van de galopwissel en dan ben jij groen op het gebied van de galopwissel. En groen bij groen, dat is altijd heel lastig. Ideaal is het dat een ervaren mens een jong paard beleert en dat een onervaren mens het van een volleerd paard leert. Bij de Spaanse rijschool spreken ze ook over professoren. Dus de professoren, dat zijn de wat oudere Lipizzaners die opgeleid zijn tot en met de hogeschool. En die professoren, die leren het aan de jonge mensen die de opleiding bij de Spaanse rijschool gaan volgen. En de oudere medewerkers van de Spaanse rijschool, die dus al heel lang meedraaien en al op heel veel goede paarden hebben gereden, die rijden de jonge paarden in. Dus in jouw geval, als jij nog niet bekend bent met de galopwissel, met de vliegende galopwissel, dan raad ik je aan om op zoek te gaan naar een paard die dat wel kan. Dus dat is eigenlijk tip 1. En nou goed, als jij jezelf geschoold hebt en je weet hoe het moet voelen en je weet welke hulp je moet geven, dan kun jij het je paard gaan aanleren. Nou, en een goede voorbereiding voor je paard is dat hij eerst de schouder voor en de travers en de galop goed kan uitvoeren. Dan moet je tempowisselingen kunnen maken in de galop en richting verzamelde galop kunnen komen. Overgangen van stap naar galop en van galop naar stap, die zijn ook heel belangrijk om te oefenen. En het paard moet ook heel goed balans weten te houden in de zogenaamde renvers galop. En dat wordt ook wel eens de contra galop genoemd. Want die renvers galop, die wil er nog wel eens voor zorgen dat het paard wat naar binnen valt en dat hij dan balans verliest. Dus voordat je aan de vliegende galopwissel kan beginnen, moet ook de renvers galop dus in orde zijn. Nou, dan is de volgende stap de eenvoudige wissel. Dus je zit in de links galop en ga de overgang maken naar de stap. En dan maak je dan spring je weer aan in de rechter galop. En dan komt het aan op de vliegende galopwissel. Nou, de vliegende galopwissel is niks anders dan dat het paard in het zweefmoment wisselt van de ene galop naar de andere galop. Dus van de linker galop naar de rechter galop. En als het paard in de linker galop zit, dan is de eerste takt van de galop is het rechter achterbeen. Dan is het links achter rechts voor en vervolgens het linker voorbeen. En dan is het zweefmoment. En in dat zweefmoment moet het paard eigenlijk aanspringen in de rechter galop. Dat hij na de landing als eerste met het linker achterbeen zich afzet. Dan rechts achter links voor en vervolgens met het rechter voorbeen. In de rechter galop verder gaat. En dat is niet eenvoudig, want als je bij alle andere oefeningen bekijkt, dan kun je nog eens een hele lange aanloop hebben om hulpen te geven en het paard voor te bereiden. Maar de galopwissel die moet nu en dan ben je al wat te laat. Dus hij galoppeert 1, 2, 3, zweef moment. En dat gaat echt best wel rap. Dus het is een kattenklop, kattenklop, kattenklop. En dan zit je al in de andere
kattenklop, kattenklop, kattenklop. En zo vlot gaat dat, want tussen elke kattenklop, dat is het moment om te wisselen. Dus het komt enorm op timing aan en op ruimtegevoel en om in dat zweefmoment de buiging te wisselen. Dus daarom is het zo belangrijk om het te oefenen op een paard die het al kan. Dat je dus die timing leert en die exactheid en dat je aanvoelt komen wanneer je de hulpen moet geven. Want eigenlijk als het voorbeen op de grond komt en vlak daarna ontstaat het zweefmoment. Dus dat moet je voelen dat het eraan komt en dan snel de hulpen geven, de buiging wisselen. Dus het valt allemaal niet mee als je het nog nooit gedaan hebt. En als je paard het nog nooit gedaan hebt, valt het al helemaal niet mee. Maar goed, je kunt je paard voor de vliegende galopwissel, kun je nabootsen een beetje in de stap. Dus als je het paard in de ranverstap zet en vervolgens naar de traverstap gaat... En weer naar de ranver en weer naar de traver. Dus dat je de buiging wisselt in de stap. Zo kun je een beetje oefenen om de buiging te wisselen. En dan kun je als het ware, als je dus in die stap zit, een beetje visualiseren dat je eigenlijk in galop zit. En het is niks anders dan de buiging wisselen. Dus je moet van licht traver de ene kant op naar licht traver de andere kant op. Want dan kom je namelijk met het... steeds met het nieuwe buitenachterbeen die de eerste takt van de galop eigenlijk aangeeft, die plaats je dan correct voor de galop die je dan wilt. Dus heb je een linksbuiging in travers, doe je een linker galop en zit je lichtjes rechts travers, dan springt die rechts aan in galop. Dus je kunt dat in stap nabootsen door die buiging van het paard steeds te wisselen. En dat moet je in stap eigenlijk al heel makkelijk doen. En dan moet je al doorgelessig zijn dat hij gewoon makkelijk die buiging wisselt. En dan, dan moet je echt dus een goede timing hebben. Dat met dat het paard dus galoppeert, goed bergopwaarts galoppeert, verzamelt. Makkelijk aan de hulp is, niet zwaar op de hand is, maar gewoon een fijne in de hand gestelde galop laat zien. Ja, dan kun je op een rechte lijn een paar meter uit de hoefslag blijven en dan... in het zweefmoment de buiging wisselen. En als het paard dus goed aan de hulpen staat, en je bent exact op tijd en niet te laat, en echt in het moment, op de nanoseconde precies met je hulpen, dan zal het paard op jouw hulpen gehoorzamen. En dan wisselt hij de buiging en dan heb je de galopwissel. Dus, tip 1, ik raad je aan dus om het op een volleerd paard te leren. En stap 2, zorg dat je het paard voorbereidt eigenlijk in de stap met die buiging wisselen. Zorg dat de ranvergalop goed is. Dat je overgang stap, galop, galop, stap goed zijn. Zonder dat hij uit elkaar valt op de voorhand valt. Dat het paard in al die andere oefeningen in galop al helemaal in balans is. En dan een kwestie van goed timen en de buiging wisselen. En dan, dan ontstaat hij een keer. En met dat hij dan een keer ontstaat, belonen... De hemel in prijzen, stoppen en niet nog een keer herhalen. En meteen terug naar stal. En dan kan het in die hersenen zakken dat hij het goed heeft gedaan. Dus dat is verraderlijk. Hè? Dus één keer gaat eigenlijk misschien dat een soort van per ongeluk ontstaat. Dan moet je het paard de hemel in prijzen, stoppen, belonen, afstijgen, aan de hand uitstappen. En niks meer doen de rest van de dag. En dan zul je merken dat je dat makkelijker zou onthouden dan als je daarna nog heel veel andere dingen gaat doen. Dus dat is wel heel belangrijk, dat als je een geslaagde wissel hebt, stoppen en naar stal. En dan goed de plek onthouden waar het gelukt is. En dan precies op die plek de volgende dag weer vragen. En dat moet je in de eerste instantie dus heel vaak op dezelfde plek blijven oefenen. En dan pas als het paard helemaal weet wat er komen gaat en hij weet... hij snapt dat die hulpen die hij geeft in die nanoseconden, dat de wissel moet veroorzaken. Dan ga je vervolgens dat ook op een andere plek in de manege doen. Nou, dit was de eerste week van de reeks paarden begrijpen Q&A. En volgende week geef ik weer antwoorden op diverse vragen. Oké, nogmaals. Fijn weekend, hartelijk dank voor het kijken en tot maandag.